tempo. Dus ik zeg van, ik kan weggaan, vakantie vieren. En dan kom je terug en dan sta je op dezelfde plek. Waar ik niet aan denk, denken hun wel. Ja, ja. Yeah. Welkom bij de Daily Awesome Podcast. Number One Podcast. Ja. We zijn weer back at it, man. Back at it. Een kleine... Kleine probleempje. Dus de tweede opname, tweede take. Mm-hmm. We back at it, man. Same energy. We zijn met Gilly, man. Gilly van Noord. Bedankt dat je weer komt. Staande ovatie. We zijn er weer. Ja, man. Hou eens man. Ja, relax, man. We zijn er. Ja? Klein beetje druk, maar ja. Mm-hmm. Doorgaan. Gilly, man. Hoe zijn de dagen deze dag voor jou, man? Je hebt Ramadan gehad? Ja, man. Hoe was dat voor jou? Ja, het was... Ik wil niet zeggen zwaar. Mm-hmm. Maar het was gewoon even alles uit die systeem halen. Ja, ja. Niet uitgaan. Mm-hmm. Geen alcohol en zo. Uitgaan ga je sowieso niet, of wat? Je lijkt ook niet iemand die veel uitgaat, of wat? Stiekem. Toch wel, op Stiekem. Zijn tijd gewoon. Ja, maar niet heel veel. Afgelopen jaar, zeg maar, was ik wel veel uitgegaan. Mm-hmm. Ook omdat ik toen zat ik ook nog niet op school en zo. Mm-hmm. Maar... Nu zit ik ook op school, dagen zijn ook een beetje hectisch, drukke dagen. Ja, dan moet maar die maand was gewoon goed, man. Mm-hmm. Heerlijk goed voor mezelf ook. Frisse mindset. De eerste keer? Nee, man. Ik ben, vorig jaar heb ik ook meegedaan met twee weekjes. Twee weekjes? Ja, man. Mm-hmm. Dit keer heb ik die volle maand gedaan, man. Volle maand, man. Ja. Ik heb die paar keer gedaan, maar... Stiffer, maar ik zeg, Elon. Ja? Dat doet wel wat. Maar sowieso, ik denk, buiten Ramadan doe ik wel sowieso wat daar wel aan denken. En zo, mm-hmm. Gewoon, jeet toch? Ja. En ja, man. Gilly. Hoe kom je aan de naam Gilly, man? Vertel even die luisteraars, man. Wie is Gilly? Hoe kom je aan de naam Gilly? Is het je gegeven? Ja, man. Ik heb een tijdje in Su gewoond. Mm-hmm. Middelbare tijd, zo. Dat is, zat ik in de eerste... 5 jaar geleden zo ongeveer. Mm-hmm. Misschien langer zelfs. Ja. Toen, het ging niet goed hier. Mijn ouders waren in Su. Ja. Het ging niet zo goed hier. Zeiden ze, weet je wat, om deze kant. Ik ging daar op school. Ja. Zat ik op een Nederlandse school ook. Toen kwam ik een hoop mensen tegen die ook, zeg maar, van Nederland kwamen. Mm-hmm. In Amsterdam woonden en zo. Dus ik ging met een paar jongens om. Snel werden we gewoon goede vrienden. Ja. Maar mijn echte naam, zeg maar, niemand, de meeste mensen kunnen het niet goed uitspreken. Ja, en vorige keer struikelde ik ook, man. Snap je? Ja. In Su, die docenten konden het ook niet zo goed uitspreken. Ja. Dus een mattie van me zei van, hé, we gaan die man een naam geven, een makkelijkere naam. Ja. We waren even een paar aan het opnoemen. Mm-hmm. Uiteindelijk zei hij, nou, het wordt Gilly gewoon. Gilly gewoon. Ja. Dus toen was ik een lange tijd, was ik gewoon bijnaam Gilly, zonder dat ik echt muziek maakte. Mm-hmm. Ja. Maar toen ik voor koos om muziek te maken, dacht ik van, ja... Toch ga ik Gilly genoemd. Mm-hmm. Toen kom je terug met die naam Gilly. Ja, en hoe lang maak je al muziek? Ongeveer 2 jaar echt serieus, man. Ja? Ja, daarvoor was ik altijd wel bezig met beats maken en zo. Ik maak nog steeds beats, maar mm-hmm. Het is gewoon allemaal gewoon rustig. Gewoon even uitproberen. Maak je ook muziek in Suriname? Hoe was eigenlijk live in Suriname? Vertel eens de kijkers hoe live is in Suriname. Want je komt oorspronkelijk gewoon uit Nederland. Je bent in Nederland geboren, maar je bent naar Suriname gestuurd. Hoe was dat? Hoe was die verandering? Van Nederland naar Suriname. Ja, het was different, man. Ik zeg je eerlijk, omdat... het was eigenlijk de bedoeling dat ik daar zou blijven wonen, zeg maar. Ja. Dus ik ging naar daar. Ik vond het wel een beetje fire, omdat het ging hier gewoon slecht, snap je? Dus het was meer een straf als straf. Vakantie of iets, snap je? Ja. Dus toen ging ik daar op een Nederlandse school. Dat mm-hmm. was wel, zeg maar, beter voor mij. Want je hebt ook, zeg maar, die normale Surinaamse scholen met uniformen en zo. Daar had ik ook uniformen. Maar anders, zeg maar. Je weet toch? Ja. Kom je ook met docenten. Die zijn niet barkie daar. Ja, dan krijg je echt die Surinaamse docenten, hoor. Die maar hier kreeg ik ook gewoon Nederlandse stof Ja. Dus heel veel veranderde niet, zeg maar, aan het systeem. Ja. En de kinderen en zo waarmee ik zat, die waren ook allemaal gewoon chill. Mm-hmm. Voor de rest, die life daar was wel gewoon anders, man. Warm daar. Mm-hmm. Bedrukte je toen al die stempel van artiest gewoon daar? Of nee, man. Toen daar was ik niks. Geen artiest, man. Daar dus, was ik gewoon... Ik ging wel een beetje spitten en zo, maar ik was geen artiest daar. Heb je nog contact met ze? Ja, man. Ze weten zeg dat maar, je die twee maakt. Boys, zeg maar, die me die naam hebben gegeven, zijn ook gewoon echt momenties nu nog steeds. Ze wonen nu allebei ook in Damsko weer. Oh, serieus? Dus,
hebben gewoon contact. Eentje kwam laatst nog naar die clip van laatst. Oh, sterk, man. Dat zijn gewoon, ja, ja man. Dat is wel gewoon puur, snap je? Dat is sterk, man. En wanneer was je het laatste keer dat je in Suriname was? Zou je daar ooit weer willen wonen? Of zou je denken? Nee, man. Nee? Ik zou daar niet kunnen wonen, denk ik. Niet man. Kunnen wonen? Nee, man. Ja, man. De laatste keer dat ik daar was, was misschien 4 jaar geleden, man. Maar de bedoeling was wel dat je laat zou gaan. Of was dat alles Cura? Cura, ja. Gaan. Vertel die situatie, man. Je zou gaan, maar situaties. Ja, man. Die van niks, toch? Sacrifices. Zie, zie, zie. Vertel me over die sacrifices, man. Kijk, ik had de Phoenix aanmelding gedaan. Mm-hmm. Toen werd ik, zeg maar, was de maand, een maand of zo later werd ik gebeld. Ja. Maar ik had ook een vlucht geboekt, snap je? Ja. Die guy belt mij, hij zegt, yo, wil je selecteren voor die Phoenix talent? Ik zeg, zie, zie. Hij zegt, ja, het begint dan en dan. Ik zeg, Ja. Ik zeg, ik heb mijn vlucht, zeg maar, op die dag dat het begint, heb ik mijn vlucht geboekt, dus zou ik weggaan. Mm-hmm. Zeg, Saan. Ik zeg, er is geen ja. manier om het te omzeilen of iets. Okay. Hij zegt, nee man, het is dit gewoon. Het geld is al weg. Ik check hem van, kunnen we het... ik zeg, ben ik... Is het zeker, zeg maar, dat ik geselecteerd ben? Mm-hmm. Niet dat ik dadelijk nog hoor van, hé, je bent er toch niet. Hij zegt, nee, jij bent het gewoon. Jij hoort bij die deelnemers. Ja. Ik zeg hem, oké, ik bel mijn brothers. Ik zeg, wat moet ik doen? Ja. Die mannen twijfelen ook. Ik zeg, weet je... Wat zeiden ze eigenlijk? Wat zeiden ze? Ze zeiden, ik belde ze. Wat was en ik leg die story uit. En hun waren van, broeia. We zaten gewoon aan de telefoon, zeg maar, in een groepsgesprek gewoon van. Mm-hmm. Op een gegeven moment zei ik, nee man. Keuze is al gemaakt. Ja. Ik blijf gewoon, snap je? Ja. We gingen het gewoon een beetje wegen van. Ik kan zeg maar nu weggaan. Mm-hmm. Ik kom terug en je bent op dezelfde plek als waar je staat. En toen liep het nog niet hoe je wilde. Lekker, zeg maar. Okay. Snap je? Mm-hmm. Dat ging goede flow. Dus ik zeg van, ik kan weggaan, vakantie vieren. En dan kom je terug en dan sta je op dezelfde plek. Of je kan zeg maar een gokje wagen, kijken waar het strand, snap je? Mm-hmm. Ja, precies. Dus ook kansen komen niet zomaar voor, hè? Nee, man. En, you know, sacrifice must be made, nigga. Ja, zoals ze zeggen, toch? Ja, man. Ja, man. Ja, dus ben je wel blij met de keuze die je hebt gemaakt? Zeker wel. Vertel eens de kijkers en luisteraars, van waar ze jou kunnen... Van waar ze jou kunnen zien eigenlijk? Waar kunnen ze jou eigenlijk checken? Ja, eigenlijk het bekendste nu gewoon voor de mensen die me nog niet kenden voor dat was het, is het gewoon Phoenix nu, man. Phoenix talent. Ik heb een eigen sessie gehad, dat was een maand voor die talent. Werd ik gewoon gecheckt. En daarna deed ik mee aan die afvalreeks. Ja. En die heb ik gewoon gewonnen, man. Ook echt, elke ronde heb ik gewonnen. Say less. Wat voor awards was dat? Wat dan? Wat voor award was dat van Phoenix? Ja, gewoon... tellen toch? Best ja. tellen toch? Man? Rap editie. Rap editie, okay. Ja. Man. Oké. Okay. Waar loer je ogen nog meer op? Nu je Phoenix al hebt gepakt. Wat is die volgende, man? Wat is die volgende mijlpaal die bij jou op het lijstje staat? Of wil je gewoon op een freestyle nog gewoon je kijken waar het gaat? Heeft het meer kansen geopend? Ja, dat sowieso. Meer ogen ook. Snap je? Dus nu moet je doorpakken. Mm-hmm. Maar ook gewoon... Ja, ik ben gewoon gefocust op shows ook. Ja. Ik wil gewoon echt ook volle zalen en zo. Het kan wel, man. Daar ben ik op gefocust. Het kan wel, man. En op naamsbekendheid. Dat is het belangrijkste waar ik nu op ben, man. Gewoon die naam groter, dat niemand er omheen kan staan. Maar als we kunnen zeggen Tilly. Gewoon, wie is Tilly? Zijn er Tilly is van niemand nu, man. Ja? Ja. Zijn ik kom eraan, gewoon. Je komt eraan. Ja, zijn er artiesten in Tilly waarmee je samen kan werken? Op dit moment? Op dit moment heb ik niet echt mensen die erop zijn. Zoals ik gewoon. Ja. Oké. Okay. En laten we praten over je tracks, man. Als we praten over je tracks, wat kunnen we van jou verwachten in tracks? Wat voor topics breng jij wat altijd terug moet komen? Wat is die stempel? Wat Gilly maakt? Ik zeg je eerlijk, in mijn tracks, ik geef altijd wel een story. Mm-hmm. Ik geef altijd de wijze les mee. Mm-hmm. Je kan sowieso een quote maken van een line in een track van me. En ik geef gewoon die boodschap en ik vertel, zeg maar, ik geef mijn kijk op dingen. Ja. Je kan bijvoorbeeld,
Je kan luisteren naar een rapper die zegt van, ik doe deze overval. Mm-hmm. Ik haal Gucci, ik haal Louis. Ja. Ik kan bijvoorbeeld rappen over diezelfde overval. Ja. Maar ik betaal mijn clips, zeg maar, ermee, snap je? Ja. Dus ik geef net een beetje die andere kijker op. Ik hoor je, man. Maar zo, je had zo'n song waar je... Ja, je bent wel iemand die veel verhalen vertelt in zijn poko's, toch? Ja, man. Zijn dat stories, true stories vanuit je eigen wereld, eigen leven? Die eigenlijk, zijn altijd true stories. True stories. Ja, vertel ons over. Ja? Wat dan? Vertel ons over die met Caliboy en... hoe heet het? Goudje. Ja, ja, hoe heb je die in elkaar hebt gezet? Licky Story. Met Licky Story. Komt er een Licky Story 2? Of is die dan? Ja, het komt er sowieso aan. Maar mm-hmm. ik ben gewoon even kalm. Ik mm-hmm. ben even op andere singles. Mm-hmm. Maar ja, die track hadden we... Had ik al een tijdje liggen. Ja. Gemaakt op een schrijverskamp. En toen... ik had toen nog een management, zeg maar. Ja. Toen waren we ook in contact met Goudje. Omdat we... We hadden een track die we hadden uitgebracht. En daarvoor hadden we een promofilmpje. Dus toen hadden we GoTo gecheckt. Die man zei, ah, is cool, we hadden die Tory gedaan. Ja. En nu laten we hem die Licky Story horen. Ja. Hij zegt van, hey, is dom. Maar. We zeggen van, we zoeken nog twee rollen, zeg maar, voor de plug. En zeg maar, en Mattie was het. Ja, 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 ja. Hij zegt, no, say no more. Hij ging Kali ook gelijk checken. Kali was ook down, dus toen hadden we het gewoon geregeld, man. Mm-hmm. En de rest, ja, is geschiedenis, man. Die pokoe is... ik geef gewoon een live story, ja. Snap je? Ja. Even. Ja, man, want je clips zijn ook wel different, man. Niet elke... De mensen, sommige, het zijn geen random straatclips, man. Er zit een story achter. Ja, ik heb nog een keer gekeken, altijd zit er wel een story achter. Ja, man. Denk je ook dat je in je eigen leen zit? Dat je eigen stijl hebt? Of? Ik denk wel dat ik een eigen stijl heb, maar nog niet... Zo exclusief. Ik ben er nog volop mee bezig. Om ontwikkelen gewoon. Echt helemaal eigen te maken, snap je? Mm-hmm. Ja. Je zou het nu nog een beetje kunnen vergelijken. Mm-hmm. Dus kunnen we dat ook van je volgende clip verwachten? Storytelling. Ja, man. Ja? Zeker een story weer. Ja? Ja, en dit is different. Dit is weer... mijn volgende tune is ook iets waar de dames op kunnen gaan, snap je? Ja. Dames kunnen er lekker op viben. Ja. Dat is eigenlijk andere stijl een beetje weer. Ja. Mm-hmm. Maar ik ben sowieso... alle markten thuis. Van alle markten thuis. Ja. Maar dat hebben nog niet alle mensen gehoord. Klopt. Alleen mijn boys en ik weten wat daar ligt allemaal. Ja. Snap je? Wat heeft het met jou te maken, die track? Ja, die track is gewoon een en al ik, man. Snap je? Mijn story. Die track jij en ik. Snap je? Ik leg in die track uit van... Je wil samen met de meid zijn, mm-hmm. maar... Jullie zitten gewoon niet op één lijn. Ja. Begrijp je? Dus jij en ik kunnen niet samen. Ja. Die verse geef ik een beetje die hele story. Mm-hmm. Die tweede verse geef ik ook weer een kleine story. Mm-hmm. Dus jullie gaan gewoon echt horen van... Hoe graag je het ook wilt wat zeggen. Wat daar is ook. Dus, als ik goed begrijp is, komt er een nieuwe track uit. We kunnen een nieuwe muziek van verwachten. Jij en ik, zei je? Ja, man. We moeten eigenlijk hiervan staan op actie geven. Dus. Ja, sowieso. Sowieso. Ja, man. Daar vertel je gewoon ook een eigen story. Mm-hmm. Hoe is die poko eigenlijk in elkaar gebracht? Letterlijk, zeg maar, toen ik bezig was met de meid ook. Ik was bezig mm-hmm. en ik was in de stu. Ja. En ik was gewoon een beat, zeg maar, gewoon in elkaar aan het zetten. Want deze beat heb ik in eerste instantie ook helemaal zelf geflipt. Ja. Dus ik was een beat aan het maken. Oké. Meer gewoon om stoom, zeg maar, uit te blazen, maak ik die beat. Mm-hmm. En opeens kon ik er gelijk op flowen. Ja. Dus ik zeg, ja, wacht even. Flow. Ik begin gewoon die beat af te maken en daarna begin ik te tapen gewoon. Ja. Dus ik had eerst die... dat refrein. En daarna die verse. Mm-hmm. En dat was alles wat ik die dag had gemaakt. Ja. Dus toen stuurde ik mijn bro gelijk van... Hey, yo, ik denk dat ik iets doms hier heb, snap je? Ja. Volgende ochtend. Ja. Want als ik klaar in de stuur ben, dan is het meestal gewoon 5:30 of zo. Ja, vroeg in de ochtend. Ik check mijn broer gelijk, maar ik krijg niet gelijk antwoord. Ja. Ik krijg de volgende ochtend, wanneer ik wakker word, ik krijg antwoord. Ja. Ik zeg, nou, deze moet je afmaken. Deze kan ook gek geklipt worden en zo. Dat was ook nog voor Phonics en zo. Ja. Ik zeg hem, zie, ik maak hem diezelfde week maak ik hem nog af. Ja.
En toen had ik hem liggen. Maar hij bleef maar liggen, omdat... hoe ik die beats zelf heb gemaakt. Ik heb lang ook geen beats gemaakt. Ik wou dat die kicks en die bass alles eruit sprong, zeg maar. Dus ik had Django Beats gecheckt. We zitten nu ook samen in de klas. Ik zeg die man, yo, dit en dat. Ik heb een project. Ik wil dat je die door eens even voor me fix. Ja. Hij zegt, ja, ja, is cool. Een paar dagen. Die man checkt me uit het niets en is, bro, dit en dat. Ik zeg, fucka. Hij zegt, ja, die track. Hij zegt, is een domme track. Ik flip hem nu gelijk voor je. Nu ik hoor wat die man heeft gedaan. Ik zeg, hè? Die man heeft die beat heeft die helemaal geflipt naar iets raars. Ja. Hij heeft er ook nog een kleine trap piece in gedaan. Dat ik denk, hè? Ja, ja, echt een sound gewoon. Ja, man. Hij heeft die tune ook echt gemaakt. En die, door hem denk ik van, ja, man, we gaan dit uitbrengen. Snap je? Ja, ja, ja. Ja, maar samenwerking is belangrijk, ja, man, bro. Ja, man. Ik zeg, illen. Was hij staan of uit zijn Nee, die zat erin. Hij gaat vanzelf uit, bro. Oké. Ja, ja, man. En even kijken, man. Laten we praten over de rap game van nu, man. Ja. Waar we nu tussen zitten. Want je zit ook op een muziekschool. Ja, man. Herman Brood, gewoon. Hoe bevalt dat? Eerste, tweede jaar, derde jaar? Eerste, man. Eerste jaar. Ja, je bent gewoon met de juiste mensen, snap je? Liever dat ik hier zit, ja. Liever dat ik hier zit, dat ik op een ROC zit waar ik weet van, dit is niet wat ik wil doen. Ja. Snap je? Ja. Voor de rest, ja. Het is ook niet dat je heel veel gekke nieuwe dingen of zo leert wat je al niet kan. Ja. Snap je? Die basis ben je zelf al. Ja. Maar je bent gewoon omringd met de juiste mensen. Ja. Je doet sessies. Iedereen is ook echt hard. Je hebt wat aan elkaar. Zo kan je bouwen naar iets, snap je? Mm-hmm. Leer je ook veel van elkaar daar zo? Want je bent natuurlijk met heel veel getalenteerde klasgenoten om je heen. Ja, tuurlijk. Je leert wel veel van elkaar. Gewoon ook van het zien. Als je ziet van, hey, deze man doet dit altijd op zijn tracks. Daardoor klinkt het iets voller. Ga je het zelf meenemen. Laat mij het dan ook proberen. Ja, ja. Je leert sowieso van elkaar. Ja, sowieso, man. Snap je? Ja, studio en als je met elkaar werkt, je gaat, zeg maar... willen overtreffen, waardoor je het beste uit jezelf haalt, toch? Ja, man. Begrijp je? Zoals die ene track met Bokke, die met die melodies, die gingen wel... toen zat je er echt in, man. Ja, man. Die refrein was ook helemaal... Ja, hoe was die samenwerking gegaan, man? Maar ja, die was al een oude Bokke, toch? Die... Ja, man. Nu zitten we zeg maar ook nog samen op school. Ja. Toen zaten we nog niet eens op school samen. Ja. Dus ik had een management toen en die stuurde zeg maar een paar pokus van me door naar... een paar partijen, en zo. Gewoon voor mijn schrijverskamp, wat ik had de schrijverskamp toen. Ja. Maar ja, als opkoming is het gewoon lastig, snap je? Ja, man. Maar dat is nog wel een paar dingen proberen. Gewoon opzetten. Dus nu, hij stuurt een paar mensen. Hij zegt, hij belt me gewoon ineens op van, yo. Ik heb een artiest die naar je schrijverskamp wil komen. Oh. Ik zeg, wie dan? Hij zegt, Bokke. Ik zeg, nee, joh. Maar die rap stond er al op. Nee. Wat had hij gestuurd dan? Wat had hij gestuurd? Oude tunes van mij, ongemixte tunes en zo. Wow. Die shit klonk ook nog niet daar, maar die man hoorde gewoon iets daar en zegt, ja man. Dat is ook mad love, man. Snap je? Zeg, illo. Nu die man komt, flippen die tune gewoon. En de rest is gewoon geschiedenis. We hebben 2 tunes geflipt. En waarvan eentje Roadside. En die is ook uitgekomen. Man. Hij zit nu op 150.000. Ja, streams, hè? Ja, man. Gek. Maar je gaat best wel lekker met streams op Spotify. Ja, toch wel, man. Ja, een aantal liedjes van jou hebben toch wel de 100.000 views getikt. Die playlisten werken, man. Oh, niet. Ja, nee. Niet dat ik echt in playlist kom. Nog niet. Maar deze werd... die vorige tune van me, Trano. Ja, Trano. Die werd veel ook door Phonics gedraaid. Ja. Dus als hij op de radio komt, andere mensen gaan hem ook horen. Zoeken. Die gaan hem blijven spinnen, snap je? Ja. En die track is ook gewoon, het blijft ook een beetje in je hoofd, snap je? Dus dat is goeie, snap je? Ja. Dan gaan die mensen het vaker willen beseffen. Ja, man. En deze Roadside, die kwam toevallig wel in een playlist. Omdat je bent ook gewoon met Bokke op een track, snap je? Ja. Dus die zat een weekje of zo in de playlist. Hij heeft wel gewoon zijn puntjes ook gepakt. Ja, man. Volgende gaat nog harder moeten gaan, man. Ja, daarom. Ja, man. Deze heeft, die laatste van me heeft binnen een maand
Ja, Trano. Binnen 2 maanden. Trano, toch? Ja. Zat hij op 100. Mm-hmm. En deze maand zit hij zeg maar op 140, 142. Ik heb gisteren gekeken. Ja. Zo, so, ik denk dat hij volgende week... Eind volgende week op 150 zit. Ja, ja, plus nog een track erop. Gaat nog een keer harder. Mm-hmm. Ja, 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 ja. Sterk, man. Als we praten over artiesten, man. Wat zijn artiesten die je checkt? Of waar je mee bent opgegroeid? Vroeger of nu? Wat zijn artiesten waar je echt naar kijkt en denkt van... Nu kijk ik gewoon veel naar Rod Wave, man. Rod Wave, ja? Ja, man. Hij inspireert me, man. Dat is weer een andere richting, zeg maar. Ja, man. Ik kan echt naar die man luisteren. Mm-hmm. Die man zegt ook dingen. Ja. En hij geeft het ook weer op een andere kijk, snap je? Ja. Met een andere kijk. Mm-hmm. Dus... naar hem luister ik veel. Ja. In Nederland, ja, Luipen, Italië. Ja. Ja. Voor de rest heb ik niet echt mensen die ik zeg maar standaard blijf luisteren. Ben je muzikaal opgevoed? Of heb je het meegekregen van huis af aan? Niet echt. Mijn ouders hebben wel altijd een beetje gezongen. Mijn moeder zat in een koor, heeft ze altijd gezegd. Maar niet echt dat ik ermee ben opgegroeid, dat het in mijn gezicht werd geduwd of ja, zo. Ja, 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 ja. Want hoe... Ben je hier geboren? Ja, man. Ja, dat wel. Oké, je ouders waren wel hier eerst. Ja, man. Oké, ze zijn later teruggegaan. Ja, man. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, is goed, man. Wat is het verschil van Gilly van toen en Gilly van nu? Ja, de Gilly van nu... heeft ook iets meer zelfvertrouwen. Ja. Ja, dat hoort erbij, man. Ja, man. Het zou gek zijn als het andersom was, man. Iets meer zelfvertrouwen. Mm-hmm. En voor de rest... Ik ben eigenlijk nog steeds hetzelfde, man. Ik praat niet veel. Mm-hmm. Wel in mijn pokus. Ja, ja, ja. Maar dus je bent een stille persoon, ja, eigenlijk. Ja, in het dagelijks leven. Een stille persoon die weinig praat, eigenlijk. Weinig woorden. Ja. Mm-hmm. En als je ook... Ja, ik hou er ook niet van om veel te praten. Maar, ja, maar soms kan je veel, weinig praten, maar veel zeggen. Hè? Misschien heb je weinig woorden nodig om je punt duidelijk te maken. Ja, ja, klopt, maar zelfs dat niet eens. Dat is niet eens. Ja, 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 ja. Ik wil mijn punt niet eens duidelijk maken bijna. Ja, ja, snap je? Ja. Ik wil gewoon bijna dat mensen me begrijpen zonder dat ik iets ja, zeg. Ja, ja, ik begrijp je? Vind je dat een sterk punt voor jou of vind je dat je daarin moet ontwikkelen? Ik vind dat ik er wel in moet ontwikkelen, snap je? Mm-hmm. Maar voor mij is het een beetje lastig gewoon. Ik ben altijd al zo geweest. Ja, maar nu met die pokoe erbij. Ja. Je moet ook gewoon... Kijk, je moet hier, wel. Ja, kijk, waar hier, we zijn. Kijk wat je moet doet. Kunnen praten, vrij kunnen praten. Mm-hmm. En hoe belangrijk is familie voor jou? Want als we je Insta checken, zien we, zien we dat je vaak met je broers bent. Ja, man. Je bent echt een... eigenlijk een jongen die vaak met zijn broers is eigenlijk. Familiejongen. Ja, ik ben eigenlijk alleen maar met mijn broers. Nonny en Cher. Ja, wij doen ook echt alles. En zo naar hun, doe. Ja, shout-out naar Nonny en Cher, man. En zo naar hun. Oké. Okay. We doen alles samen ook, snap je? Ja. Plannen die we maken voor aankomende tracks, voor clips. Mm-hmm. We hadden die show van Groningen staan. Ja. Ene brother zegt gelijk, ay, dan neem een cameraman mee om alles mee te filmen. Santos, snap je? Toch? Waar ik niet aan denk, denken hun wel aan, snap je? Ja, ja, ja. En als ik een tune heb gemaakt, die clip was hard. Ik stuur hem, ja toch? Ik stuur hem gelijk naar die, hoe heet het? Shout-out naar Fred Santos ook. Ja, man. Die. Ik stuur hem gelijk naar mijn ene brother. Want hij gaat er dan op los met zijn fantasie van, oké, die clip moet zo en zo, zo en zo. Wow. En dan gooit hij het weer op mij en dan zeg ik, oké, dit loef ik niet, dit loef ik niet, maar dit is gek. Ja. Ik kan je zeggen, man, dit is gewoon, je hebt gewoon om een bepaalde level te reachen, moet je toch bepaalde mensen gewoon, de denkwijze van andere mensen mengen, man. Ja, ik zeg man, eerlijk, zeker. Want ik heb het gegeven bij die... Dat helpt je met ontwikkelen. Bij die video ook, man. Het zijn niet zomaar video's, man. Ik zeg eerlijk, man. Nee, klopt. Fred heeft het mooi in elkaar gezet. Ja, man. Hij snapt het ook, snap je? Daar hou ik van. Dat is belangrijk. En hij denkt ook een beetje met me mee. Hij zegt, zullen we dit zo doen? Of zullen we dit in stukjes doen? Ja. Dan blijven die mensen ook langer kijken. De spanningsboog is niet zo hoog. Ja, van nu. Hij denkt met me mee, snap je? Ik hoor je. Dus dat is ook puur. Ja, man. Heel sterk, man. Ik zeg, man. En, Die volgende track komt 6 mei, hè? Wat was dat? 6 mei, toch? Of niet? 5, man. 5 mei. Ja. Heb je het al gezegd, trouwens? Jij hebt nog niet gewoon, we gaan deze eruit knippen, no, maar hij komt pas... Hij mag, dit is zeg maar die primeur. Ja, C-les. Oké dan. Blijven. Hij mag komen. Oké dan, man. En wat kunnen we van die clip verwachten, man? Ik
clip. Je ziet me zeg maar echt op een andere manier dan in die clips wat je eerder van me hebt gezien. Ben je meer opengesteld? Ja, man. Je ziet me ook echt met een dame. Ja. Echt de leuke dingen doen. Ja. Ook de minder leuke dingen. Ik zag veel fits, man. Ja, man. Ja, man. Leather impie gewoon. Leather jacket gewoon. Wauw. Romantisch ook. Stylist. Ook bloemen en zo, hè? Ja, man. Ja, bloemen. Wie was je stylist, man? Ikzelf. Ja, man. No stylist. Ikzelf. Ik ben benieuwd, man. Ja, man. Ik wacht veel van me. Want die clip wordt echt dom. In elkaar gezet met Phoenix ook. Ja, man. Samenwerken was met die, die clip die ik had gewonnen. Mm-hmm. Ik hoorde deze toen. Ik dacht, ja, laten we deze gaan clippen. Ja. Snap je? Het is ook een iets bredere tune. Ja. Ja, man. Waarom niet? Ja, man. Het was lang in dag. Plaats van dat ik een straatpokkel ga klippen die ik zelf al van de daily clips. Ne, ja. Dus ja, voor goed, deze pokkel heb ik echt een goede productie uitgekozen. Ja, man. Hiervoor gaan. Ja, okay, man. We gaan even op pauze. Ashraf Hakimi, man. Ashraf Hakimi, man. Gaat het jou ooit gebeuren? Zo'n situatie? Zeg nooit, nooit. Maar. Ja, man. Maar nu weet je de gameplan, hè? Nu weet je op wie coach moet zijn. Ja, ik weet niet, man. Ze zeiden ook als iemand zei, maar dat kan je niet bij iedereen doen, man. Sommige Afrikaanse ouders ga je ook bambelen, bro. Nou ja, bro. Moeders niet, bro. Ja, ik weet niet, man. Ja. Ik weet niet hoe je moeder dan is, bro. Bro, ik praat niet over mij, maar... Ja, maar iedereen moet zijn eigen gameplan hebben, man. Als je moeder bent, beter niet, nee. Je kan copycat, man. Als je mama alles is, bro... Ja, man, dat is moeilijk. Je zou je lijf in haar handen gooien, bro. Maar dat zou jou niet gebeuren. Zeg nooit, nooit zeggen. Zeg nooit, nooit, maar. Mm-hmm. Ik ben wel gewoon scherp, sowieso. En ja. Mijn man heeft sowieso altijd gezegd: van. Mm-hmm. Vrouw. Ja. Laat de vrouw je niet verblinden. Ja, man, liefde. Je moet altijd gewoon je eigen shit ook op orde hebben, ja, snap je? Ja. Ga niet alles in de handen van een vrouw leggen. Man. Geloof jij in trouwen? Denk je dat trouwen iets is wat je ooit wilt doen? Ja, ik ben er nu niet zo mee bezig. Dus ik zou nu zeggen nee. Ja. Maar misschien op een later leeftijd dat ik denk, ja... Zou je dan trouwen een goederen? Dat wil zeggen, als je dat moet delen met... Dus mocht het misgaan, als je de helft moet weggeven. Zeg maar, alles waar ik nu voor aan het werken ben, alles wat ik nu opbouw, moet ik dan in één keer afstaan. Ja, man. Nee, man. Maar, ook al, zeg maar... Ik zou dat misschien wel, ik zou dat wel doen als je zeg maar, samen met die persoon zeg maar, beneden bent begonnen. En uiteindelijk de top hebt bereikt. Mm-hmm. Dan wel. Dan delen jullie samen wel iets. Maar nu, wel aan deze tijd. Dan moest ze zeg maar, nu al in mijn leven zijn. Snap vind ik. Ja, klopt. Wie weet vind je haar morgen? Wie weet, maar ik denk het niet. Maar ik denk nu ook eens andere tijd, man. Dat kan niet meer. Dat is echt ouderwets, broer. Want vroeger was het zo, in een gezin zeg maar... De man maakt de carrière, vrouw is thuis. Nu, een man en vrouw kan carrière hebben. Juist. Ja, maar is het een slecht ding? Dat is niet een slecht ding. Nee, ja, maar zeker het is niet van deze kan tijd. Elkaar, zeg maar, wat ik bedoel van iemand die zijn eigen carrière heeft. Een vrouw heeft ook helemaal eigen carrière. Is broeia, broer. Vroeger was het gewoon... Gaat ook niet samen, snap je? Vroeger was het anders, man. Ik zeg eerlijk. Vroeger was vrouw thuis... Maar ik vind het nu juist eigenlijk beter, weet je zo? Geef vrouw ook de mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Zeg maar, als je een zusje hebt, wil je ook niet dat zij thuis blijft. Dat haar man hem werkt en dat zij eigenlijk niks klopt. Onderdadig is of zo. Ze moet gewoon ook gewoon, ze moet ook gewoon haar shit doen. En het is ook wel hard om te zien hoor, dat de vrouw gewoon de shit doet, snap je? Ja, man. En de shit zeg maar zelf op orde heeft. Ja. Maar het moet niet worden hoe ze het echt willen hebben deze dagen, man, bro. Ik zeg, een vrouw uit huis... Bro, deze dagen, ze willen dat de overheid alleen kinderen Dat moet wel... Man werkt, vrouw werkt. Dat moet wel een balans zijn, vinden. Allebei moet je op de dagen niet op dezelfde dagen per se altijd werken, weet je. Dus iemand op het kind kan zorgen en wanneer die ander werkt. En het hoeft niet per se een vrouw te zijn, kan ook een man. Ja, man. Want het is niet erg. Ik zou mijn kind niet alleen willen laten leven in een crash, bro. Maar deze dagen, het is echt zo, man. Ja, man, deze dagen is ook duur. Soms moet je echt met z'n tweeën werken om te... Om eigenlijk een tok op je hoofd te kunnen hebben. Ja, man. Gilly, maar is er nog iets wat je wilt zeggen aan de buitenwereld? Man? Ik zeg het sowieso via tracks dat gaat komen. Ja, mijn track die eraan komt, jij en ik. Mm-hmm. Is een andere sound. Ga checken als het uit is, 5 mei. Ik
heb die datum hier gegeven, snap je? Blijf mij. En voor de rest, blijf me sowieso in de gaten houden, man. Mm-hmm. Is er nog iets wat, je, wat mensen van je moeten weten, wat ze nog niet weten? Mm. Ja, mensen kunnen me gewoon vrij checken, snap je? Ja. De meeste mensen denken altijd dat ik boos ben. Of... Ja, man, is niet zo. Maar die, relax. Die datum 5 mei, toch? Ja. Primeertje. Ja, toch? Het is het primeertje vandaag, toch? Ja, man, zeker. Eigenlijk moeten we... Ja, man. 5 mei, toch? Ja, man. Stay less, man. We gaan, die clip komt ook op 5 mei, of... Nee, die clip komt denk ik, zeg maar, die maandag erop. Want het is een vrijdag. Ja. En ja, dan is de maandag erop. Je moet ze niet tegelijkertijd. Doen ze ook niet meer deze dag. Vroeger wel, man. Meestal, zeg maar, wel op vrijdag. Nog steeds eigenlijk. Ja, we doen die clip zelf. De clips gooien ze niet meer op dezelfde dag als de track zelf, man. Zeg maar donderdagnacht, zeg maar eigenlijk vrijdag. Ja. Gooi ze dan die clip op Spotty. En dan die dag erop, in vrijdag. De middag, gooi ze die clip. Ja. Maar die boek komt op vrijdag. Ja. Ja, gewoon op denk Spotify. Denk je vrijdag, want heel veel mensen gooien tegelijkertijd eigenlijk. Ja. Waarom zou je niet op donderdag bijvoorbeeld gooien? Is vrijdag echt zo'n dag waar iedereen moet gooien? Of die playlist, man. Voor de playlist? Ja, dat hoorde uit mijn mond. Broer, ik ken die dingen, bro. Anders kom je niet op die playlist, man. Oh. Ze refreshen elke week, ja, toch? Ja, man. Dus iedereen wil op die playlist belanden, man. Ja, oké, zo weet het. Ja, man. Daarom, niemand wil het eigenlijk, maar je moet. Ze verplichten je, bro. Ze verplichten je. Dat is moe, man. Dat is wel moe, man. Gilly, ze blij dat je bent gekomen. We gaan sowieso nog een kleine iets hierna doen. Mm-hmm. En we wensen je veel luck, man. Dankjewel, man. We zijn met je. We zien wat je doet. En, je werkt hard. We gaan je over een paar jaar weer zien, man. We gaan je weer uitnodigen. Gaan we kijken waar we dan staan. Waar we dan staan. Ja, allebei. Straight up, man. Let's go. See you next, man. Ja, mensen, ciao.